Rachel is 25 jaar bij het bedrijf, toch? Wat, Jan-Willem, waarom loop je weg? Ja, hier ben je Piep. Hier zitten ze, kan je Frans. Gaat hij weer met een bak koffie? Ik denk al de vijfde dat keer dat hij aan de koffie is. Elke keer zie ik hem weer heen en weer lopen. En daar komt Jan-Willem aan. Jan-Willem is heel selectief in het school. Kijk, de hele onderdelen bij hoofd schoonmaak gaan eruit. Onderhoud is... En? Wat zei die? Ed? Slecht onderhouden zeker? Nee, hij zegt dat het Oké. Kijk, dit is Jan-Willem. Dan zit hij daar te slapen. Seksfilmpjes aan het kijken. Hij hoort helemaal niks. Hij heeft een mooi team en een brok aan ervaring hier al bij de machine van, bij Sheriff. HSM 26. Ik heb ze wel moeten wijzen op dat er nog een hele hoop werk staat, want ze staan gewoon te wachten tot er wat gebeurt. En daar hebben we niks aan. Mag niet op de machines klimmen, hè? Dat... Ja. Gaat hij foto's maken? Theo, jij moet ons al 9 uur. Theo, hij gaat foto's maken. Kijk, Dekker is even de balkje aan het vernieuwen. Hij was van de week was hij de balk aan het schoon sweeperen. En nu komt de hele balk wordt veranderd. Kijk wat een souplesse dat gebeurt. Alles wordt weer helemaal verhangen. Dus het klopt niet, zei hij. Ja! Kijk, dit is Circus
Boltini met Wim en... Kijk eens, en daar is Wim. Hij houdt zijn duimvinger. Nee, hij vangt hem wel op, maar niet op zijn vinger. Dat had ik eigenlijk al verwacht. Hey, maar je krijgt natuurlijk met dit film... Hebben jullie niks beters te doen, hè? Nee. Begrijp dat goed. Ja, ik ben het zo eventjes uitbeeld zelf. Er zitten drie man zijn daar niet bezig. Frans die zit in de dingen te kijken en komt er nog een. Kijk, ik weet niet of ze er nu uitkomen, maar andere klep open. Lukt het, Frans? Kijk, Moesie staat daar. Ik weet niet wat hij allemaal aan het doen is daar, allemaal die meisjes. Maar ik vertrouw het voor. Oh, hij zegt zeker. Moes, wat ben jij aan het. Ben jij aan het handelen, Moes? Wat is het? Wat is dat allemaal? Bonbonnetjes? Kijk, we hebben alles nou aan kant. En Shadid is nou de dingen weer op orde zet. En dan komt de baas in en die zegt, die gaat niet mee. Die gaat geen schone medaille. We hebben opdracht machine 13 tot en met 18 schoon te maken. Nou, alle kleppen zijn open hier al. Theo is ook hier ook bezig. En Wim, die staat hier met een mondkap. En, kijk eens Wim hier ook, mondkap op, zeer keurig. En dan zien we de hele tijd niks bij 18. Maar dan hebben we weer iemand die er dwars tegenin gaat. Want die gaat ineens machine nummer 24 doen. Terwijl we 24 helemaal niet in het lijstje hadden staan. Nou, je weet natuurlijk wel wie dat is, hè. Die moet altijd weer dwars zijn en anders doen dan normaal is afgesproken. Kijk, daar heb je Ed. En Ed, die loopt zonder schoenen. Die loopt zonder schoenen. Ja. Oh, nou 6-12 daarop. Ja, bijna goed. Ik moet dit. Waar zijn die schoenen, meneer? Kan er niet. Hij voelt zich helemaal thuis. Op het ogenblik zijn we bij Ed beland. Want ik heb iets ik heb iets gezien dat is onbegrijpelijk. Het is levensgevaarlijk. Kijk, op ze. Sokken loopt hij hier al. Op zijn wintersokken. Want? Zwarte geitenwolle sokken op. Dus zijn prestaties lijden niet onder. Oh. Laat dat duidelijk bij je zien. Maar jij voelt je echt thuis, hè, dat je op je sokjes loopt hier. Ja, af en toe heb ik geen grip, tegelijk heb ik recht, maar dat, okay. Dat corrigeert zich wel. Nee, ik vind het een mooi gezicht. Nou, dit is de maaltijd van... Van Frans. Hij duikt nou weg hier. Hij is even een saladetje aan het wegwerken. Helemaal lekker. Ja, wat is het? Wat gebeurt hier allemaal? Want ik ben heel nieuwsgierig. Ome Wim die zei. De kleintje die was er. De kleintje is helemaal stuk. Waarom nou weer kleintje? Waarom nou weer ik kleintje? En daar is Moes die zit ook. En iedereen gaat Jan Willem die gaat ook in het gat kijken. Ja, de kleppen gaan dicht. Ja, Wim, wat was er aan de hand? Wat was er aan de hand, Wim? Ze hebben last van de kleintje. Oh, hij loopt helemaal vast. Dit gaat niet goed. Nu helemaal aan het eind. Moes, wat doe jij? Als ik mijn bandje los. Vraag jezelf ook maar.
Kijk, Mercedes die heeft een fiets gehad, zie je? Dat is een Porsche-fiets, heeft ze helemaal voor niks gewaard. En Jan Willem die is met werkoverleg bezig, weet je hem toch? Bierbakgroeis, ja, stokjes. Elastiek, plastic. En de fiets is een oude Porsche-fiets en die mag Mercedes helemaal voor niks hebben. En nou zei ze, dan kunnen we eindelijk de bokken toch fietsen. Dus ja. Doei! En wat gaat ze nou doen? Ja. En daar gaat Brian, die stopt er ook mee. Die... En je fietst naar de... Kijk, meneer Dekker is aan het vegen met een bezem. Het is zo'n mythe ding. Volgens mij komt het bezem hier bij de kapper vandaan of zo. Heb je zeker meegenomen van huis af. Nee, het is gewoon helemaal niks. Kijk, Norbert die gaat hier tussen die... Het was, ik ben net te laat, maar hij heeft tussen al die containers door, heb je dat allemaal, kijk, heel de... In een hele kleine ruimte. Ja, ja. Gevaar van eigen leven. Gewoon die bakkenwagens, dan hoeft hij dan niet die bakkenwagens eruit. Kijk, hij loopt, het is net Malle Pietje tussen de... Het is echt... Nou, nu gaat het gebeuren. Kijk eens, meneer Dekker, technische dienst. Gaat er een hopen dat dit goed gaat. Pauze. Weer met z'n tweeën, ja? Wacht even. Man. Hand in hand. Ja. Ja. Mooi. Staat er helemaal op. Nou, we zijn op het ogenblik dus aan het schoonmaken. Kijk, maar dan heb je hier een groepje die dus niet schoonmaakt. En dat is Norbert, die heeft een werkoverleg hier ook met Peter Dekker en Jan Willem hebben hier. Ja, ik ben bezig. Waar gaat de discussie over, jongens? Nou, gewoon heel netjes. Het ging over aardappels, rode kool, spitskool. Hey, heb jij nou ook, hoe heet het? Ja. Heb jij je lijstje nou ook ingevuld? Met kruisjes en alles, ja. En extra zondag werken, ga je dat ook nog doen? Over de kerst? Ja. Extra zondag werken. Nee, omdat jij niet komt, dat kom ik ook niet. Nee. Ik ben er wel extra op dinsdag. Oh. Kun je nagaan. Oh ja, ja, oké. Okay. Ja, dat weet je niet. Hè. Maar dan hoef je niet naar de tuin, of de tuin schieten bij je in. Nee, in de tuin, is dat niet wat te doen. Ah, oké. Okay. Ik heb de hele winter de tijd om maar te spinnen. Oké. Okay. Ja, dan offer ik me op bedrijven,